België was een walk in the park. Hoe zou je dit duel willen omschrijven? Nee, totaal andere wedstrijd. Ik denk dat we goed begonnen. En we hadden de eerste helft best veel grote kansen uitgespeeld. En die moet je benutten in dit soort wedstrijden. Dat deden we niet. Dan krijg je wat uit niets eigenlijk 1-1. En begint de wedstrijd weer helemaal opnieuw, denk ik. Ik vond dat de fase waren dat wij de controle hadden en dat de fase waren dat zij de controle hadden. Op het eind was het niet zo mooi voetbal meer, maar we hebben hem wel over de streep getrokken. Ja, in november speelden jullie tegen de nummer 1 van de wereld. Toen kwamen jullie nog tekort. Vandaag tegen de nummer 2. Hebben jullie laten zien dat jullie gewoon gelijkwaardig zijn? Ja, dat denk ik wel. Zeker gelijkwaardig. Wat ik zei, ik denk dat wij dat we het in de eerste helft hadden moeten beslissen. Dan wordt het een hele andere wedstrijd. Dat deden we niet, daardoor bleef Duitsland in de wedstrijd en dan weet je dat zij de tweede helft gaan komen. Ik denk ook dat al met al dat prima wedstrijd was. Ja, je raakt 2 keer de lat, dat overkomt je niet heel vaak, denk ik. Nee, zeker de eerste niet. Ik schiet ook normaal nooit uit die hoek, maar ik zag niet echt de andere oplossing. Maar ik denk dat ik een aantal, die moesten niet in, maar ik denk dat we vooral vanuit die lat de rebound erin moest en zo waren er nog een paar kansen. Ja, zullen die tweede op de lat maar dan als assist rekenen? Ja, die moesten dus wel in. Maar assist graag, ja. Ja, dan even over jouw eigen positie. Je speelde vandaag als rechtsbuiten. Je hebt eigenlijk voorin overal gespeeld. Wat heeft jouw voorkeur? Toch wel echt op 10. Ik speelde niet helemaal rechtsbuiten. Verdedigend kwam ik wel als rechtsbuiten. Aanvallend een beetje een vrije rol, maar wel een beetje vanuit rechts. Mijn beste positie is wel vanuit het midden. Met de punt naar voren op 10. Ja, maar maakt het voor jou uit dat je dan vandaag rechts buiten speelt? Kijk, ik probeer altijd mijn eigen ding te doen. En vanuit de rechterkant is dat misschien soms wat moeilijker. Maar ik probeer wel altijd mijn eigen ding te doen, zelf veel aan de bal te komen. En dan maakt het me op zich niet heel veel uit of dat iets meer vanuit rechts is of vanuit midden. Wat ik zei, ik probeer altijd in mijn eigen spel te komen. Ja, tot slot, morgen een vrije dag of moet er gewoon getraind worden in Londen? Nou, ik moet terug. Dus ik heb een reisdag. Zondag Villa, hè? Ja, zondag Villa. Succes. Dankjewel.